Mike de Wier, ik snap je dat ik boos op je ben. Nou, vertel. Deze, hè? Waar was hij? Nou, je het zegt toch, man. Dat is zo... Ja, moet je nagaan. Zo vaak score ik, dus ik heb niet eens tijd om na te denken. Wat een slap excuus vind ik dit, hè? Ja, met oprechte excuses. De volgende keer zal ik eraan denken. Hoe kan je jezelf aanvoerder noemen als je niet eens je afspraken kan nakomen? Ja, dat is niet best inderdaad. Maar nee, ik score eigenlijk te weinig om dat soort dingen te kunnen onthouden. Dus ja, dat is mijn fout. Ik had de vorige keer nog zo gezegd, je moet niet gaan juichen. Je moet gewoon rationeel denken en wat krijgen wij. Ik weet niet, wat was je ook aan het doen? Was hartstikke onnodig. Ja, ik was lekker even een stukje aan het rennen. Ik zit Dat doe je niet genoeg in de wedstrijd? Nee, blijkbaar niet. Dus ja, loop je even naar Betje en Pieter toe. Dus ja, dat was ook mooi. Doe je dan de volgende keer gewoon 2 rondjes om ieder oog eentje? Ja, ik kan wel beloven, maar dat deed ik de vorige keer ook. Maar lukt alleen niet vandaag. Dus ja, ik ga mijn best doen. Ja, dat zei de vorige keer ook. Maar goed, ik heb vertrouwen nog steeds in je. Je blijft Mike de Wier. Je hebt een doelpunt gescoord. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Was lang geleden, dus daar zijn we wel ontzettend blij mee. Het was ook wel hartstikke nodig, hè? Want wat speelden jullie slecht dat eerste kwartier? Ja, niet alleen het eerste kwartier. Ik vond onze hele wedstrijd niet goed. En, ja, ik had eigenlijk de beste kansen voordat wij scoren. En, ja, in ieder geval blij dat je in ieder geval dan die bal binnenkop. En daarna kantelde het wel een beetje. Ja, waar ligt het aan dat jullie zo speelden vandaag? Ja, als je dat wist, dan had ik er gelijk wel aan gedaan. In het veld ook. Maar het was gewoon niet goed. En, ja, ik baalde gewoon van als je daarnaar kijkt. En in het veld probeer je toch jongens te sturen en te coachen. Maar ja, het lukte niet. Toch allemaal net niet. We verloren veel te veel de bal. Domme dingen aan de bal vooral inderdaad. Maar ook verdedigend stonden we niet altijd goed. Niet goed in de organisatie. En dan krijg je ook gewoon tegen RKC lastig. De trainer was ook niet heel blij in de rust, denk ik. Nee, die was heel boos en terecht. Kijk, ik kan wel zeggen, ja, we staan 2-0 voor en alles is Hosanna. Maar dat is gewoon bullshit, want het was gewoon niet goed. Maar ja, desalniettemin is het wel ontzettend fijn dat je daar gewoon 2-0 voor staat in de rust. En dan kan het eigenlijk alleen nog maar beter gaan qua spel dan. Ja, ik denk dat als mensen op teletext kijken of op VI of zo en ze zien 3-0, dan denken ze, ja, prima uitslag. Ja, dat is toch ook. Ja, nee, maar iedereen zal van tevoren zeggen, iedereen eentje. Totootje speelt, iedereen eentje voor Groningen. Ja, dat is misschien ook wel logisch, maar zo makkelijk als het lijkt met de 3-0 was het niet. Nou, nu heb je 2 weken rust, want je hoeft deze keer niet naar Oranje. Ook wel lekker. Ja, ik heb me afgemeld, dus nee, was maar zo'n feest. Nee, goed, het is nu wel lekker als je met een overwinning in ieder geval het interlandweekend in gaat. En dan kunnen we daarna ons richten op Sparta. En het is gewoon een heel belangrijke wedstrijd. Als we de aansluiting naar boven willen vinden, dan moeten we die wedstrijd weer winnen. En, we hebben nu al te veel punten eigenlijk laten liggen. Heracles thuis, Twente thuis, VV uit. Dat zijn nog wedstrijden die we eigenlijk moeten winnen, vind ik. En dat hebben we niet gedaan, dus we kunnen ons bos nat maken, want Sparta doet op dit moment gewoon uitstekend. Ik heb nog even 1 belangrijk puntje aan de kaarten. Ken je Opta Johan? Statistiekenbureau. Ja, Vos van God, ja. Je staat nu tegenover Opta Daniel, dat ben ik. Ik heb een beetje lopen turf en volgens mij ben jij de aanvoerder in de Eredivisie die de meeste tossen wint. Ja, dat zou best kunnen. Ik moet in ieder geval de goede kant kiezen. Dus ik moet zeggen, sorry. Dus je moet soms wat een beetje geluk hebben, maar ik heb in ieder geval vandaag gewonnen. Dus goed. Geen tactiek of zo? Ja, soms heb ik, als ik hem mag bepalen, dan... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. De eerste, het vandaag gaat hij een Duitse munt, dus misschien bracht dat geluk. Dankjewel, succes. Alsjeblieft. Hey. Gelukkig met het dom, hè? Ja,